Vorig keer zo hoog, ja. Ja, dat zat hier ergens. Ja, daar, hè, daar. Ja, ja, ja. Zie je? Waar zit je nou? Zie je mijn neus? Ja, dat is mijn neus. Was dat nou weg, hè? Ja. Tegen nou, Adriana Bort. Ja. Pas op je handen ook, hè? Ja. Hou vast, hè? Ja. Het wordt niet vals. Zit hier? Oh, niks. Je kunt gewoon door zijn. Aan de andere kant, hou vast, hou vast. Ben je er al bijna? Ja. Stukkie. Ja. Kijk. Is dat zo wat? Ah, jongen! Hé? Hey? Nou, je zit allemaal verkeerd, man. Hey. Ja. Pak het weer maar dicht. Plak het weer maar dicht, dat wordt niks. Ja, dat wordt niks. Nou, waar zit ik zo goed? Beetje zo. Perfect. Speciale performance, eigendom van Loek Grootjans in zijn tentoonstelling Leaving Traces, met de drie mooie installaties hier te midden onder die geweldige zon, zal Loek Grootjans samen met Adriaan Buller de performance brengen. Ik doe. Knieven. Hier boven de grond. Waarom? Het is een veld tussen uitersten. Ik en de ander. Ich und du. Ik is een eiland. Op mijn shirt staat een tekst van de door mij gewantrouwde filosoof Sartre. Het is de tweede keer dat ik een tekst van hem gebruik. En ik zal er alles aan doen deze te ontkrachten. Ik zweet en stink al behoorlijk dat de tekst bevlekt mag raken. Zoals jullie niet zien, staat er de hel. Dat zijn de anderen. Dat is zoiets als niets deugt. Behalve ik. Ik! Ich! En over ik moeten we het hebben. Wie is ik? Ik is ich. Ich is du. Ik is een kale structuur zonder huid. Dat is letterlijk. Maar nu de invulling die we gaan bewerkstelligen. Quelque part je suis étranger par rapport à quelque chose de moi-même. Quelque part je suis différent. Een tekst uit de film Ruvillain van de magistrale schrijver Georges Perec. Een schrijver veel te vroeg gestorven in 1982. Ik ben erelid van de Association de Georges Perec in Parijs. En de enigste plicht en eer zijn dat wanneer ik in het openbaar spreek, zijn naam moet laten vallen en het over hem moet hebben. Bij deze. Maar ik zou het ook doen wanneer dat mijn plicht niet was. Ergens ben ik anders. Ergens is een deel van mezelf me vreemd. Ergens ben ik anders. Ben ik nergens. Of zoals, ergens ben ik stof. Ergens ben ik niets. Ergens ben ik overal. Ergens ben ik vreemd. Ergens ben ik thuis. Ergens ben ik anders, ergens ben ik hier, ergens ben ik u. Doe!
en dat ik u ben, wil ik graag illustreren met het volgende. Een groot filosoof, Paul Ricoeur, schreef het boek Soi-même comme un autre, zichzelf als de ander. Die Ricoeur was niet gek. Hij dacht, als ik niet weet wie ik zelf ben, dan haal ik het bij een ander. Een wonderbaarlijk goede gedachte. Want als ik u vraag wie u bent, zegt u uw naam, maar dat betekent niets. U weet gelijk dat wanneer u uw naam zegt, er veel aan vastkleeft. U komt voort uit twee ouders. Zij komen op hun beurt voort uit ieder twee ouders. En deze komen ook weer voort uit ieder twee ouders. Dus we zitten al gauw bij de ander. En als ik u dan wederom vraag wie u bent, zegt u meestal wat u doet, welk beroep u uitoefent. Een beroep betekent in dienst staan van, dus in dienst staan van de ander. Iemand anders die in een bepaald opzicht onmogelijk te kennen is. Dus die ik, u, is zo gek nog niet. Ik laat zich niet kennen. Ik is een agglomeraat. Laat ik het illustreren met een aantal grootheden die mij hebben gevormd. Spinoza zegt, al wat is, is in zichzelf of in iets anders.